Van mijn nek in de straten van Paramaribo boven de reggae in elke plek Dansen op de beat met wat liefde in een hart Deze dag begint zoals elke nieuwe start Verhalen in de wind van de oude mannen bij de bar Roemen het gas en ze kijken naar de sterren ver en klaar Kinderen lachen, spelen in de zon zo fel In deze stad waar elke dag een verhaal betelt RTV 48, nieuws elke dag voor Suriname Van ochtend tot avond brengen ze ons samen TV28, nieuws elke dag voor ons land. Met liefde en trots staan we hier hand in hand. is vloeien door de avondlucht. Met elke nood die raakt, voel je de vreugd en zucht. Vrienden bij elkaar, met liefde die niet breekt. Onder de maan, waar elke droom ontwaakt en leeft. Staat al daar een spreker en het leven gaat door. In elke hoek is er muziek als een eeuwig spoor. Van de markt en tot de stranden in het gouden licht. Suriname, je schoonheid is een eeuwig gezicht. Verhalen in de wit van de armen bij de bar. Roemen het gas ze kijken naar de sterren ver en klaar. Kinderen lachen, spelen in de zon zo vuil. In deze stad waar elke dag een verhaal vertelt: RTV, Artur nieuws. Elke dag voor Suriname. Van ochtend tot avond brengen ze ons samen. RTV, kort en putten, nieuws elke dag voor ons land. Met liefde en trots staan we hier hand in hand. Wij geritten, dus door de avondlucht. Met elke nood die raakt voel je de vleugt en zucht. Vrienden bij elkaar, met liefde die niet breekt. Onder de maan waar elke droom ontvangt en leeft. Zwarte aarde onder mijn voeten, de rivier stroomt vrij In het hart van de jungle voor mijn leven ten blij Elke dag brengt een lied, een nieuwe melodie. Suriname vieren dit leven met jou, met wie? Verhalen in de wit van de oude meidenbaar Gewuurd gans als ze kijken naar de sterren, ver en klaar. Kinderen lachen, spelen in de zon zo fel. In deze stad waar elke dag een verhaal vertelt. RTV, achter 40 nieuws. Elke dag voor Suriname. Van ochtend tot avond brengen ze ons samen. TV kort een pittig nieuws elke dag voor ons land met liefde en trots staan we hier hand in hand Goedemorgen, luisteraars. Dit is Karin met het nieuws van 18 juni 2024 voor Surinamers en vrienden van Suriname wereldwijd. Vandaag is een bijzondere dag, want onze geliefde AI-programmeur is jarig en viert zijn verjaardag. Laten we samen dit nieuwsbeleid doornemen en hem een geweldige verjaardag wensen. Gebak voor de gasten en extra bites en bytes voor ons. Laten wij aanvangen met het nieuws. Ondergelopen straten vol bacteriën. Afgeraden om in ondergelopen straten te begeven. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt de bevolking om niet in ondergelopen straten, bermen of erven te gaan. De reden hiervoor is dat wateroverlast ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Stilstaand water kan namelijk bacteriën, virussen en parasieten bevatten die ziekten zoals leptospirose, Denken en cholera kunnen veroorzaken. Daarom is het advies om waterdichte laarzen en handschoenen te dragen wanneer men zich in ondergelopen gebieden bevindt. Verder wordt aanbevolen om regelmatig de handen te wassen met schoon water en zeep, vooral na contact met water of modder. Als schoon water niet beschikbaar is, gebruik dan desinfecterende middelen. Zorg ervoor dat voedsel en drinkwater goed afgedekt en beschermd zijn tegen vervuiling, en vermijd het consumeren van voedsel dat in contact is gekomen met overstromingswater. Mocht je symptomen ervaren zoals koorts, misselijkheid, braken, diarree of huiduitslag, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Wat het weer betreft, verwacht de meteorologische dienst van Suriname dat de zware regens de komende periode zullen aanhouden. Wat de kans op wateroverlast vergroot. Dit maakt het des te belangrijker om de adviezen van het ministerie op te volgen en voorzichtig te zijn in deze omstandigheden. Meer nieuws. MMC staat voor grote uitdagingen. In Nikkerie is minister Amar Ramade van Volksgezondheid hard aan het werk om de toegang tot gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Het Munra Medisch Centrum, MMC. Speelt hierin een cruciale rol. Het ziekenhuis bedient een groot gebied, vanaf Koppenamepunt tot aan de westgrens, en moet de zorg bieden aan ongeveer 60.000 mensen. Dit is geen gemakkelijke taak, vooral niet met de opkomende druk van het Oil- en Gasproject, dat in de toekomst ook gebruik zal maken van de faciliteiten van het MMC. Momenteel werkt het ziekenhuis al met specialisten die pendelen tussen Nederland en Paramaribo om de noodzakelijke specialistische zorg te kunnen bieden. Ondanks de beperkte middelen wordt er continu geïnvesteerd in het ziekenhuis. Binnenkort krijgt het MMC een nieuwe ambulance, wat een grote steun zal zijn in de spoedzorg. Daarnaast zet de minister zich in voor de verbetering van de rechtspositie van het personeel met vaste aanstellingen die in orde gemaakt zullen worden wanneer zij voldoen aan de voorwaarden van de personeelswet. Tijdens een recent bezoek aan Nickerie overhandigde de minister ook diverse nieuwe apparaten aan het ziekenhuis. Hij benadrukte dat er nog veel meer op de planning staat om de zorg verder te verbeteren. De aanschaf van deze apparatuur is gedaan op advies en verzoek van het ziekenhuis zelf, wat aangeeft dat er gericht en bewust geïnvesteerd wordt in de toekomst van het MMC. Meer nieuws. Man kapt ander dood. In een tragisch incident aan de Willem-Campagnestraat heeft een man gisteren een andere man doodgehakt. Het slachtoffer zou de verdachte hebben gemolesteerd, wat leidde tot een woede-uitbarsting bij de verdachte. De verdachte verklaarde kort na zijn aanhouding dat hij werd aangevallen door het slachtoffer en in een impulsieve reactie een handbel pakte. Met deze bijl bracht hij het slachtoffer dodelijke verwondingen toe aan het achterhoofd en het linkeroor. De politie heeft de verdachte snel gearresteerd en bij hem werden een rugtas met daarin de handbijl, een mes, een puntang, SRD-20 en een mobiele telefoon gevonden. Al deze spullen zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. Het lichaam van het slachtoffer. Werd door een arts onderzocht en na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor een gerichtelijke lijkschouwing. Ondanks de snelle inzet van een ambulance was het slachtoffer al overleden bij aankomst van het medisch personeel. Het politieonderzoek naar dit tragische incident is nog in volle gang, waarbij zowel de toedracht als de omstandigheden verder worden onderzocht. Volgende bericht. Wet voor bestrijding crimineel geld nog verder verscherpt. De Nationale Assemblée heeft met brede steun de wet ter voorkoming en bestrijding van moneylondering en terrorismefinanciering WMTF, gewijzigd. Dit is gedaan om het internationaal financieel verkeer gerust te stellen dat Suriname geen crimineel geld faciliteert binnen de formele economie. Een opvallende maatregel binnen deze wet is de nadruk op speciale controlemaatregelen voor hoogwaardigheidsbekleders en hun directe familieleden, zelfs nadat zij hun functie hebben neergelegd. Tijdens de discussies in de assemblée werd de duur van deze controlemaatregelen uitvoerig besproken. Aanvankelijk was er sprake van levenslange monitoring, maar uiteindelijk werd besloten tot een termijn van zeven jaar. NDP-fractieleider Rabin Parmesar gaf aan. Dat hij een kortere termijn van vijf jaar prefereerde, gezien het feit dat de EU zelfs een termijn van slechts 18 maanden hanteert. Hij uitte zijn teleurstelling dat zijn voorstel niet werd overgenomen. Aan de andere kant verdedigde VHP-fractieleider Asis Kumar Gayadin het besluit van zeven jaar, met het argument dat deze periode relevant is omdat deze verder reikt dan de zittingsperiode van een regering. Artikel 16 van de gewijzigde wet verplicht financiële dienstverleners en gerelateerde instanties om een adequaat beleid te voeren voor risicobeoordeling, met speciale aandacht voor politiek prominente personen en hun familieleden. Dit omvat het verkrijgen van goedkeuring van het senior management voor het aangaan of voortzetten van zakelijke relaties, naast regulier cliëntenonderzoek. Er wordt ook vereist dat zij de herkomst van vermogen en tegoeden vaststellen en doorlopend verscherpt toezicht uitoefenen op deze relaties. Deze aangescherpte maatregelen zijn bedoeld om de integriteit van het financiële systeem te versterken en ervoor te zorgen dat Suriname voldoet aan internationale standaarden ter voorkoming van financiële criminaliteit. Meer nieuws: Zo'n stilt ver vader om kamer vriendin te schilderen. Quins S heeft zijn vader benadeeld door emmers verf, koper, een accu, radiator en andere spullen te stelen. Met de gestolen verf heeft hij de kamer van zijn vriendin geschilderd. Quins S geeft toe de emmers verf en twee kilo koper te hebben gestolen, maar betwist de diefstal van de overige spullen. Hij beweert dat zijn vader ligt over de gestolen goederen. Daarnaast heeft Quins S zijn vader bedreigd met een mes. Volgens hem had zijn vader hem eerst bedreigd met een vuurwapen, wat hem ertoe bracht zijn vader met een mes te bedreigen. Vanwege de betwisting van de diefstal van bepaalde goederen, zal zijn vader als getuige in de rechtszaal worden gehoord. De verdachte blijft in voorarrest, terwijl het onderzoek naar de zaak voortduurt. Volgende bericht: Twee roofverdachten opgepakt. JW en JS zijn gearresteerd vanwege hun betrokkenheid. Bij een beroving in een woning aan de Hanna's Lustweg. De twee mannen zouden een vrouw in haar woning hebben overvallen en haar mobiele telefoon hebben gestolen. JW werd door omstanders gearresteerd, terwijl JS door de politie is opgespoord en aangehouden. Het is vermoedelijk dat de mannen, van wie één gewapend was met een vuurwapen, via de achterdeur die vermoedelijk niet op slot was, de woning binnendrongen. Ze vielen de vrouw aan die op dat moment in diepe rust was. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen tijdens de beroving. De politie heeft de twee verdachten na afstemming met het openbaar ministerie in verzekering gesteld. Meer nieuws. Bronfietsdief krijgt koekje van eigen deeg. David P. 21 en zijn jeugdige compaan hebben een bronfiets gestolen tijdens een testrit. De eigenaar had de bromfiets te koop aangeboden via Facebook, en tijdens een testrit reed David P. weg zonder te betalen. De benadeelde kreeg echter een tip over de locatie van zijn gestolen bromfiets en schakelde de politie in. Hij ging naar de locatie en deed alsof hij de bromfiets wilde kopen. Tijdens een proefrit reed hij weg met zijn bromfiets. De politie hield vervolgens David P. en zijn compaan aan. David P. heeft de diefstal bekend en de benadeelde heeft zijn bromfiets terug. De rechter veroordeelde David P. tot twaalf maanden celstraf, waarvan negen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De jeugdige compaan moet zich voor de jeugdrechter verantwoorden. Volgende bericht: twee jaar celstraf voor poging inbraak bij Republic Bank. Robertino L. 40 en Clifton F. 48 hebben geprobeerd koperen bedradingen en buizen te stelen bij de Republic Bank aan de Gemelandsweg. Richter Dumkan Nanhoe veroordeelde hen gisteren elk tot twee jaar celstraf voor poging tot diefstal middelsbraak. Bij Clifton F. werd een tas met breekwerktuig gevonden en hij knipte met onder andere een betonnen boormachine de kabels door. Op 12 juni knipten de mannen een deel van de platen van het dak van de bank door. Hun intentie was niet om geld te stelen, maar om koperen bedradingen en buizen weg te nemen. Beide verdachten zijn meerdere malen in aanraking gekomen met de politie. Robertino L. is al zes keer veroordeeld en Clifton F. vier keer. Tijdens hun vlucht raakten de mannen gewond, maar ze bie. Weren dat de politie hen heeft geslagen. De rechter nam dit in acht bij de veroordeling. Officier van Justitie Keshopersat, Gangadin, eiste drie jaar celstraf voor beide verdachten. De rechter achtte twee jaar celstraf echter passend. Richter bezoekt Centrale Markt in zaak tegen marktmeester. 17 juli 2024. Kantonrechter Metri Kuldip Singh heeft woensdag samen met het Openbaar Ministerie in Suriname de Centrale Markt van Paramaribo, CMP. Bezocht in de zaak tegen de voormalige marktmeester Gd, die beschuldigd wordt van ongewenste seksuele handelingen tegenover een standhoudster. De rechter wilde de plaats zien waar de incidenten zouden hebben plaatsgevonden. Zowel de verdachte als het slachtoffer erkennen dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden, maar verschillen van mening over de instemming. De verdachte beweert dat het met wederzijdse toestemming was, terwijl het slachtoffer aangeeft dat zij werd gedwongen. Het slachtoffer stelt dat zij heeft gegild tijdens het incident, wat overdag plaatsvond toen de markt druk bezocht was. De rechter wilde nagaan of het mogelijk was dat andere marktbezoekers of standhouders haar gegil hadden kunnen horen. De advocaten van de verdachte, Maureen Nipte en Raoul Lobo, waren ook aanwezig tijdens deze oriëntatie van het gerecht, een procedure die ook wel decente of schouw wordt genoemd. Meer nieuws. Buschauffeur laat passagiers in regen uitstappen. 17 juli 2024. Een buschauffeur op de route Paramaribo-Lelidorp heeft vanmiddag in de stromende regen drie vrouwen uit de bus gezet nabij de hoek van Indira Gandhi en nieuw weergevonden weg in Suriname. Dit gebeurde nadat de passagiers klaagden over zijn onverantwoordelijke rijgedrag op het fietspad. Een van de vrouwen vertelde aan waterkant.net dat de bus rood-wit was en afbeeldingen had. De overige passagiers bleven stil terwijl de vrouwen uitstapten. Ramdin. Mensen leven in vrees vanwege dagelijkse overvallen en berovingen. 18 juli 2024. VHP-parlementariër Harjet Randin uit de dinsdagavond in de Nationale Assemblee haar bezorgdheid over de dagelijkse overvallen en berovingen in Suriname. Ze vroeg de regering om duidelijkheid over het beleid en de acties die worden ondernomen om de criminaliteit aan te pakken. Randin wees op eerdere uitspraken van fractieleiders Obed Kanapen en Aziz Kumar Gayadin over de noodzaak om de criminaliteit in het binnenland aan te pakken. Vice-president Ronnie Brunswijk meldde dat de inlichtingendiensten al informatie hebben verzameld, maar vroeg zich af waarom de nodige diensten nog niet hebben opgetreden. Weersverwachting. De meteorologische dienst meldt dat er donderdag langs de kust in de ochtenduren lichten tot matige buien kunnen vallen, mogelijk gepaard met onweer en windstoten. In de middag zullen er langs het kustgebied matige tot zware buien zijn. En in het westelijk binnenland kunnen matige tot zware buien met onweer en windstoten voorkomen. De temperatuur zal variëren tussen de 23 graden en 31 graden Celsius. Afsluiting. Dit is het voor nu. Ik ben Karin voor RTV 48, bedankt voor het luisteren. Blijf veilig en gezond. Like en abonneer voor dagelijks nieuws op TV 48. Laat ook een positieve reactie achter. Een veilige dag toegewenst en tot later.